Marianne, dat was een veelbelovende openingsronde. En toen? Toen blies ik me even op. Nou ja, op zich, de start voelde goed en ik kon goed achter even leg naar aan. Nou, en toen had ik eigenlijk wat over, dus ik ging er overheen achteraf wat ik waarschijnlijk niet moeten doen, want ik kwam mezelf echt tegen in de tweede ronde. En, ja, voordat je dan weer herpakt hebt of hersteld bent, ja, dat kan eigenlijk niet in die 40 minuten meer. Dus ik, dat was echt toch wel even proberen op adem te komen, niet te veel fouten maken, want dan, ja, als je echt er even in zit, dan gaat coördinatief dan toch niet meer. Maar ja, na het einde van de cross kon ik in ieder geval weer een beetje ritme vinden en gelukkig mijn tweede plek bouwen. Ja, je wist dat je het jezelf niet makkelijk zou maken met een rentree op dit lastige parcours in Namen. Wat zijn de lessen geweest? Nou goed, dus dat er nog wel het een en ander te verbeteren is, maar dat het op zich wel goed gaat, dat het erin zit. Maar ja, die intensiteit... Een stukje inhoud. De inhoud op zich is er wel, alleen in combinatie met de intensiteit van zo'n zwaar parcours. Ja, dat zat er dus nog niet in, maar daar hoop ik de komende cross in te komen. Blij dat het weer begonnen is. De huldigingen achter de rug, de focus vooruit, hoog rijden, een mooie WK aan eigen land. Dat is het doel, denk ik. Ja, nou, het was zwaar afzien. Hoog rijden is, Parijs is nog ver, hoog rijden is nog ver. Maar ja, ik heb er wel echt weer zin in. Dit is een goede start. Nou, veel lastiger dan hier gaat het niet worden. Dus dat is wel fijn om dit maar vast in de rugzak te hebben. Ja, smaak naar meer. Ik wens je fijne dagen alvast. Die gaat vieren in de modder, denk ik. Hè? Ja, dat wordt crosskerst. Succes!